En voor het laatste nieuws uit Den Haag gaan we nu naar Ferry Mingelen. Ferry. Twan. Je kan hoor. Oké, okay, daar kom ik. Ferry, het waren twee dagen van algemene politieke beschouwingen. Wat is jouw analyse? Ja, Twan, op de eerste dag was het een beetje alsof de coalitie lonkte met de door SGP-leider Kees van der Steij zo verfoeide populaire website Second Love. De twee echte lieden, Samson en Rutte, hebben namelijk niet genoeg aan elkaar. En in de ene kamer komen ze er samen wel uit, maar in die andere kamer, laten we voor het gemak even zeggen, uh, uh, de slaapkamer, hebben ze dringend behoefte aan een derde partij. En dat hebben we geweten. Dat werd een potje openlijk flirten. Partijen toonden zich bereid om te bewegen en uh, uh, allerlei openingen te laten zien. Ja. Ze hadden eigenlijk allemaal een soort speeddate van een half uur, zou je kunnen zeggen. Zo zagen we muurbloempje Siebrand van Haarsma Buma haar uiterste best doen om hard to get te spelen. Maar als je in deze fase van de bals geëmotioneerd zegt. zoekt u het maar uit. dan weet je dat ze eigenlijk bedoelt. Eh, eh, neem me, pak me, woon me, wat mij betreft. helemaal uit. Want als je mij kiest, mag je in die andere kamer ook zoenen met mijn lelijke zusje Elko Brinkman. Ja, al dan niet met nat. En leidde die openlijke flirt vervolgens tot iets moois, Ferry? Nou, iets moois, iets moois, iets moois. Uh, uh, het was eigenlijk vooral schuren, het was teasen, het was dekkeren en uh, uh, twerken. Maar tot een liefdesbaby zie ik het voorlopig niet komen. Vooral omdat de coalitie zegt wij zijn aan handen en voeten gebonden. Wat aan zich apengeil is. Maar de dialoog wordt een beetje bemoeilijkt door die akelige uh, uh, biljartbal in onze mond. Ah, hier is toch weer. De meester aan het woord, Ferry. Want heel Nederland kijkt naar een slaapverwekkend grijs debat... maar een journalistieke Nestor als jij weet daar dan toch weer 50 tinten grijs van te maken. Wij gaan door met dit.